This is where Myrna's actually. If we need more weight, I think we should cut up some of those sleepers and just chug onto that. Okay. Now you must realise he's only half the battle. The real battle is getting. It provides a cunning, lightweight means of increasing the length of the firing arm. How it works is simple. The missile is put in the sling, which is then attached to a hook on the firing arm with loops of rope at each end. As the arm reaches a certain point, one end is released from the hook and the missile is sent into orbit. A sling is more efficient than a cup because it harnesses the centrifugal force of the sling being flicked around in an arc. It increases the mechanical advantage of the machine and so accelerates the missile. It's like using your wrist as well as your arm. Die in een 6 meter diepe waterput was gevallen. Onze frontaal in het Waalse Pekro. Amachu. Get you in close-up. Jongen, pijst is. Heeft al geconstateerd dat er een stevig zijn waar die stukken bij elkaar en de totale botsing is dus niet meer vermeden geworden. Niet te verwonderen. Als de Franstalige seinwachter in Waver zijn Nederlandstalige collega in Leuven waarschuwt. Doet de curtain open even.
thought I was really enjoying it. The neighbor is also looking through the window with the wife. Just in case in 30 years it's tropical weather in Holland because of the ozone layer. At least we have proof. Oh, well, if it stays like that, can be that you have the... I gave him a good lot of advantage. Yeah? Make closer. Set for coffee, eh? Slowly. We don't have battery now. It's just as full. I think there's something wrong with the connection of the... See, now the battery is okay again. 2 minutes. And they said that you have 102 minutes of battery. See? Si. No, no, it's 102 minutes. Si. They are nice, this, eh? There's one. Those are nice ones. You want to walk a bit? Yes? You want to walk a bit? Vale. Thank you.
nicely. Oh, perfect. Oh, perfect. It's snowing. Yeah, we have to go in a bit more. Have something. That's beautiful though. It's snowing, eh? It's not sharp. It's too dark from that distance. Got it.
We're nervous, Eve. The first scan of Danny and Irene. What's it going to be, you think? Now you can say Danny or Irene, or both. No, seriously, what do you think? Seriously. What is it, Danny or Irene? In Nederland tel je vanaf de eerste dag na de menstruatie en niet vanaf je ijsbol. Oké. Ja? Want je zei net 12, hè? Maar je bent er dus 14. En gewoon een onderzoek met geluidsgolven, die gaan niet door lucht. Vandaar dat je het gel op je buik krijgt. Ik oriënteer me straks even hoeveel kindjes er zitten en of het hartje klopt, voordat je gaat filmen. Oké. Okay. Het is om geintjes ergens over te maken. Ik moet wel even blijven liggen en ze echt goed bewegen. Die andere dag? Die laat ik je straks. Dus je hoeft niet 29 maart naar de verloskundige. De andere dag heb ik gedroomd dat er waren twee jongens. Oké, die ga ik nog vertellen. Ja, dat zien we nog niet. Maar met een tweeling krijg je zoveel echo's dat als jullie het willen weten, kan je het vragen. Maar ik heb het gedroomd en ik was gelijk een beetje. En daaronder zit de andere. Mijn moeder krijgt tweelingen. Mijn broer zijn tweelingen. Wij dachten dat dit springt in je gaat. Ja, ja. Meestal wel, hè, maar bij jullie niet. Regelmatig. Sorry. Dat is mooi. Ja, nou. Je mag geen geintjes maken. Hè? Dus de joker is voor ons vandaag, hè? Ja, de joker is voor jullie. Dat is zijn droom. Kijk, en dit zijn dus, is echt het bewijs dat je er twee hebt. Hier zie je een hoofdje van de een, een tussenschortje en het lijfje van de ander. Ja? Kijken of we ze allebei in beeld kunnen krijgen. Maar ja, de een zit net een beetje boven, de ander net een beetje onder. Van de ander weer het lijfje en het hoofdje. Deze foto maak ik even voor de ziekenhuisarchief, want het gaat eigenlijk een beetje om het tussenschotje en de placenta. Ja. Dat is belangrijk om... Maar ze zijn we willen weten niet samen, niet siamessen of... Nee. Ze zitten ieder in een eigen vruchtzakje. En als ik het zo zie, denk ik ook dat er een dik tussenschot tussen zit, dat het een twee-eier. Twee placenta's, maar die wel in elkaar aan het groeien zijn. Kijk, hier zie je placenta. Ja. Daar zie je placenta. Zijn van verschillende. Verschillende mijn moeder heeft dezelfde. Want mijn moeder heeft één verloren. Ja. In de... Het kunnen dus twee jongens, twee meisjes of een jongen en een meisje zijn. Ik begin even met de bovenste, want die laat zich zo ontzettend mooi zien. Kijk eens, hier zie je het hoofdje. Ja.
het neusje, bovenkaak, onderkaak, kinnetje en dan hier het lijfje. Hier zie je een stukje van de rug. Als ik dit kindje meet, van zijn kopje naar zijn kontje, is die 7,6 centimeter. Dan ga ik ook zijn hoofdje meten. Hier kijk je op het hoofdje. Dan zie je dat alle echomaten mooi bij de 14 weken passen. Het schedeltje, dat ziet er dus helemaal mooi uit. Mooi schedeltje, mooi verliefd van hersenweefsel. Hier ga je ter hoogte van de borstkas, zie je het hartje kloppen. Zie je hier een armpje met een handje. Hier een armpje met een handje. Gaat het of moet ik even stoppen? Nee. Ga ik nog volgen? Nee, want als je even wil bijkomen, dan mag het hoor. Maag van de baby, want die drinkt vruchtwater. Blaas van de baby. En dan kijk je hier naar twee bovenbenen. Knie. En de onderbeentjes, daar zie je kleermakers zitten. Dat zie je bijna altijd bij die kleintjes. Twee armen, twee benen. Een mooi dicht buikje. Maag en een blaas. Geen Siamese. Deze groeit in ieder geval goed en ziet eruit zoals het hoort. Dan gaan we naar broer of zus lief. Die zit er dus onder. Zie je hier het hoofdje, hier het lijfje. Ik ga nu helemaal draaien. Nou, deze meting is niet zo heel mooi, want hij ligt een beetje te veel met zijn kin op zijn borst. Hij kwam een beetje gelijk met zijn broer of zus om te gaan. En dit gaat de bevalling aan zijn normaal of kan vloer komen? Ga ik straks allemaal uitleggen. Okay. Eerst gaan we naar de kliniek. Okay. Ik denk het heel goed. Want het heeft natuurlijk consequenties voor je. Ja. Ook hier kijk je op het hoofdje. Zien we een mooi schedeltje, goede vulling van het hoofdje. Meet het hoofdje van die ander. Gaan we bij dit kindje naar het lijfje. Zie je hier het hartje kloppen. Hier het armpje. Hier het armpje. En deze zie je het handje mooi. Even langs zijn hoofd geloof ik. Om het armpje in beeld te krijgen. Hier zit het handje. De maag van deze baby. De blaas. Nou, voor de eerste baby. Die is hier helemaal boven. Van twee eierjes. Hier een beentje. Een beeld krijgen als ik hier ben. Deze ligt gewoon het mooiste nu, hè? Dat is gewoon de foto van niks, hè? Dat zal je altijd zien. Ja, dat is hier. Maar je ziet zo wel twee kindjes. De kleine Naomi. Is dit een kleine Naomi? Ja, dat is de foto van niks, hè? Hier zie je ook weer de beentjes gekruist. Dit kindje. Oh ja. Dus ook deze heeft twee armen, twee benen, een maag en een blaas. En dan klopt hem weer. Het kindje zit de placenta een beetje voorwand fundus, dus een beetje boven in de baarmoeder aan. Oh, sorry, boven in de baarmoeder aan de achterkant. En van het tweede kindje zit hij echt helemaal aan de achterkant. Dit is mama's blaas. Lekker gevuld. Dan zie je nu waarom je vaak moet plassen. Ja. Dan ga ik even kijken of ik je baarmoederhals kan meten. Het is even een heel vervelend gevoel dat je ook zo'n volle blaas hebt. Dat willen we als uitgangsecho hebben voor de verdere echo's. Nee, je kan er verder niks aan doen. Thank you.
Nou, even, hoe ga je dat in Spanje vertellen? Ja. Gemelli. Ze waren al bezig met een wiegje en met babykleertjes. Wat is Spaans voor tweeling? Is dat gemello? In de medische term is het, medische wereld is het een gemelli. Maar voor gemellos, technisch is. Que pasas y no con el sol están limpios, pero cuando pega el sol es un chivato. Pero que luego si le pasas esas bayetas, ahora voy a por una y le paso. Y esas bayetas de gentilla le ponen. Estaba cerrado lo de los suelos. El número está ya todo cerrado. Ya hemos cogido la carne, eres guapita. Dus deze ligt zo. Ja? Uno está así. En de ander. Die ligt zo. Ja, dus één zo. Zo zijn ze in een goede positie. Ja, maar ja. Je moet nog tot 40 weken. Ze zwemmen nog een beetje, hè? Ik heb niet de moeder van Tolkien. Ik heb het hartje laten horen. Ik heb het hartje laten horen. We gaan eerst naar deze. Oké. Hier zie je dus het schotje ertussen. Zie je? Oké. Nou, twee armen en twee benen hadden we vorige echo al gezien. Mm-hmm. Hier is gezichtje. Oogje. Neusje. Hier is het mondje. Mooi gesloten bovenlip, geen hazenlip. Armpje. Andere armpje. Het handje zit hier. Hier kijk je op het hoofdje. Zie je het schedeltje. Mooi middenlijntje zoals het hoort te zijn. Aan beide kanten hersenweefsel.
en het kleine hersen. Dus het ziet eruit zoals het eruit hoort te zien. Het hoofdje is helemaal normaal. Je ziet het hartje. Klopt dat? Zie je dat ook kloppen dan? Ja. En dan zie je ook vier kamertjes. Zoals het hoort. Ook iets van te leren. Die net zo hier. Als je zo kijkt, zie je hier net het mondje. Je kijkt dus zo door het hartje heen naar het gezichtje. Zie je hier net het mondje met een neusje. Het laat kan dan. Ik ga kiezen. Ik moet het hartje heeft twee kamers, twee boezems. Dit schotje is mooi dicht. Dat schotje is open, dat mag pas na de geboorte. Ja, maar dat komt zo hoor. Hier zie je de maag van de baby, want die drinkt vocht water. Dat is de maag. Trippa. Hier zie je twee nieren. Hier gaat de navelstreng de buik uit. Je heeft drie vaten. De blaas. Nou, de giga. En er zit een rot tussen de benen. En de geslachten met de naam moet je spreken. Dat komt niet altijd zomaar tevoorschijn waar, ja. Hoor. Ja, zo is het. Het kleine ligt er niet zo. Ben voorzichtig, hè? Ja, dat zijn we altijd. Als doe alles in het wit. Mooi het middenrif. Ja. Het is een mooie scheiding tussen borst en buik. Nou, eens kijken of het je benen al anders zijn. Hier is je benen. Hier is je benen. Hier is je benen. Wat denk je zelf? Heb je al een idee? Nee. Van de tweeling had je het mooi in gedachten, hè? Dat het twee waren, maar dat wist je. Leest een beetje maar het geslacht niet. Ja, dat zou toch heel leuk zijn. Ja. Hij wil toch jongens. Ondanks, ja. Als het even zon zijn. Navelstreng komt gewoon erg dichterbij, dus het is even moeilijk te zien. Hè?
Qué fin a mí, chicos. Ik hou niet van verf, hè. Doe het bij de volgende scan. Ya está, solucionar los nombres. Maar 99%, hè? Ya estamos en 99%. Elena se ha acabado. Ya no hay Elena. Hay que buscar otra vez. ¿Eso es de wens van opa? We hebben vier namen. Je hebt al vier namen, toch? Dankjewel. Ja. Je kijkt ons nu ook aan. Ik zie mooi twee oogkassen met een wit cirkeltje erin van de lenzen, neusje, mondje. Mondje gaat een beetje open. Misschien wel aan drinken. En dan zien we hier ook weer die mooie gesloten boven het streepje. Twee kamers, twee boezems. Tussen de benen. Nog geen jongen. Dus niños. Ja, deze laten we heel duidelijk zien, hè? Ja, is het klaar. Maar de volgende echo kijken we nog een keer. Ja, ik denk dat het twee is. Bovenbeen, knie. Nou ja, die benen hadden we al gezien, hè? De vorige week. Geen mooie drie vaten. Probeer even de werfkolom aan de andere kant in beeld te krijgen. Dat is wel groot. Ze zijn gegroeid, hè? Ja. Mijn buik ook. Echt een jong. Ja, maar je had al een aardige buik. Voor de vorige echo al. Misschien moeten we de volgende keer nog een keer kijken. Ja. Maar in de lengte ziet hij er mooi gesloten uit. Maar we hebben hem liever boven in beeld. Hola Dani. Sale un poco despeinado el flequillo, ¿eh?
nu ligt deze goed. Zie je? Hoofdje. Dan zie je een mooi terug. Wat doen we nu? Nee, je kan ze nu niet meer meten, hè, omdat ze zo krom liggen. Ik kan voor de geinen zeggen hoor, zo ongeveer. Zie je van kopje naar kontje? Ja. Ongeveer inderdaad 15 centimeter. En dan nog de benen erbij. Zien de piernas, en dan kan ik al 20 centimeter. Oké, gaan we deze meten. Ja. Hoofdje. Daarnaast zie je het tussenschotje. Dat is net zo'n dun iets wat heen en weer beweegt. Ja. Ze kunnen elkaar, het is net of ze elkaar aanraken. Maar één stukje heen. Plak je buik. Oké, nou gooien ze prima. Nog één keer kijken of die ander zijn benen wat luier heeft nu. Ja, hij denkt, wie zijn dat? Nou, hij zit nou met zijn voet in zijn kruis. Artiest. Nee, maar de eerste, hè, die niet zo duidelijk liet zien, met een voet in zijn kruis.
comenzar.